Het WDF is een stichting die staat voor de werkgroep Dorpsbeheer Vauxhall. En die houdt zich bezig met het vergroten van de leefbaarheid van het dorp Vauxhall. We zijn op 1 januari 2014 begonnen met dit huidige bestuur. En we hebben een aantal dingen gerealiseerd. Eén daarvan is dat we een oorlogsmonument hebben opgericht. We hebben de speeltuinen onderhouden en uitgebreid. We hebben een judoboelbaan er neergezet. We ondersteunen de school. We hebben een kabelbaan op het sportveld gerealiseerd. Een BMX-baan. En eigenlijk de grote klapper, dat is een outdoor fitnesspark hier op het sportterrein. Daar zijn we mee begonnen in december 2015. En mei 2016 stond hij er. En kon hij gebruikt worden, is feestelijk geopend door de toenmalige wethouder Gerrit Lindeman. Die kreeg van ons een gouden schaar om de lint door te knippen. Maar het is een park wat gebruikt wordt door jong en oud. Veelal door jong, maar de bedoeling is eigenlijk van het park dat de cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen, dat die versterkt wordt. Wij hebben als WDF, dat zijn 10 mensen die hier in het dorp wonen, eigenlijk de bewoners van het dorp, die ook groepen bewoners vertegenwoordigen, zijn we ermee aan de slag gegaan. En we kwamen al snel tot ontdekking dat het eigenlijk een heel duur project was. Nou, daar moet je wat voor doen. Je moet er geld voor verzamelen. En als eerste zijn we bij de gemeente langs geweest. Die hebben een aansprekende hoeveelheid geld geschonken. We zijn bij bedrijven langs gegaan. Nou, dat was wel een beetje moeilijk. Maar een aantal bedrijven daar, grote bedrijven, ik noem de NAM en de Rabo, die hebben een fors bedrag betaald. En de bedrijven rondom Vauxhall hebben ook een beetje meegedaan. En samen met ons wijkbudget zijn we daarmee rondgekomen. En hebben we dat park kunnen realiseren. De werkgroep Dorpsbeheer Vauxhall die heeft eigenlijk maar één doelstelling. En dat is de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Ja, daar moet je dingen voor verzinnen. En wat is nou beter dan de cohesie te vergroten tussen de verschillende bevolkingsgroepen? En dan ook nog de gezondheid te kunnen stimuleren. We hebben daar een aantal zaken hebben we ermee bereikt. De jeugd is dol enthousiast. Beweegt veel. Als je de kranten leest zie je en hoor je dat de jeugd eigenlijk te weinig beweegt. Slecht voor je gezondheid, slecht voor je botstructuur. De jeugd is hier constant bezig. In de pauzes vliegt de hele school naar ons outdoor fitnesspark. En ik zie mensen met een groot gewicht, zie ik van het sportpark opeens gaan hardlopen. Het stimuleert de mensen. En dat vind ik zo mooi van dit park.